Het is dinsdagochtend bij het raadhuis in Leidschendam. Deze krijgt u ook eerst. Medewerkers van Fietsexamen Nederland testen de fietsen van meer dan 550 basisschoolleerlingen. Het is tijd voor het jaarlijkse verkeersexamen. Vandaag is groep 7 van basisschool De Zonnewijzer aan de beurt. Heb je goed geoefend? En hoe heb je dan geoefend? Nou, ook met heel de klas en de juffrouw gingen we deze route ook oefenen. Heel handig natuurlijk, zo'n fietsexamen. Maar volgens Veilig Verkeer Nederland komen er nog te veel kinderen met de auto naar school. 60% van alle basisschoolkinderen komt wel eens met de auto. Hoe vaak ga jij met de auto naar school? Vaak. En dan een paar keer per week of hoe vaak? Gewoon elke dag. In 73% van de gemeente zorgt dat waarom overlast rondom die school tijdens de haal- en brengtijden. Dat gebeurt dus 4 keer per dag. 2 of 3 keer per week ga ik met de auto naar school. Hoe vaak ga jij ongeveer met de auto naar school? Voor mij 2 of 3 keer per week en dan de rest op de fiets. En vind je het fijner om met de fiets te komen of met de auto? Met de auto. En waarom? Dan zijn we beter op tijd en dan zijn we er ook sneller, want wij zijn ook druk thuis. Om kinderen en hun ouders bewust te maken van de voordelen van fietsen, start Veilig Verkeer Nederland morgen met een campagne. De campagne die hebben wij genoemd Meedoen is makkelijk, omdat het de zaken die wij voorstellen, die zijn niet echt heel ingewikkeld om de omgeving veiliger te maken. Daar kun je begeleiding naar school vooral te voeten op de fietsen doen. Bijvoorbeeld denken aan net iets eerder opstaan. Zodat je voor jezelf tijd creëert om je kinderen lopend op de fiets naar school te brengen. Dat is voor kinderen, voor het zelfstandige verkeersgedrag wat kinderen op een gegeven moment moeten hebben, is dat een hele goede oefening. En als je nu straks je examen hebt, wil je dan misschien wel vaker met de fiets? Ja. En wat vind je leuker aan fietsen in plaats van met de auto? Nou, dan heb je ook een beetje frisse lucht en zo. En ga je dan voortaan op de fiets naar school als je je examen hebt gehaald? Ja. Misschien 1 keer per week met de auto.